Sir, kom hier, hij wil niet. Sir. Oké, okay, is het gewoon Bianchi hier zo. Wat? Wat zijn dat voor woorden voor een driejarige? Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Kom. Vandaag gaat een hele mooie dag worden. En dat weet ik zeker, want kijk even hoe mooi onze jongens eruit zien. Die bril eens even op. Terwijl jij dat doet, laat even de outfit van Debbie zien. Kijk eens even aan. En ook knappe Eli. Wat zien jullie er goed uit. In ieder geval, jij wij gaan er vandaag een lekker dagje van maken. Patat. Hij zei dagje patat, pizza, patat. Hij hoort lekker en hij zegt patat. Een lekker pizza, dagje. Pizza. Oké, jongens, we zitten in een taxi. Ik ga zo meteen iets wat doen. Ik ga nu wat doen. Ik ben eigenlijk een beetje emotioneel, dus ik kom niet heel erg aan mijn woorden. Can I pay you with pin? Do you have a card? Yes. Okay, dancer, thank you. Okay, thank you for everything. And I want to give you a tip. Yeah. Okay. Maybe not. Thank you. May God bless you. God bless you. Sir. No. Sir, here. No. For everything what you tell me. For you. Please, take it. For your family and everything what you told me. Okay. I have not a lot of dirham now with me. And then, sir, come here. I will do. Sir, come. I want to give it to you. Deze man is zo lief. We hebben net gewoon zitten huilen. Oké, Esther zit gewoon te janken hier zo. Ik zit gewoon te shaken. Ik ga hem gewoon meer geven. En ik ga jullie zo meteen gewoon wel vertellen waardoor. We hebben de taxi verlaten, de tranen een beetje weggeveegd. Dit komt wel vaak voordat we gewoon even emo raken. Maar zoals dit, zo hard, dat gebeurt niet heel vaak. Waar het op neerkomt is, nou ja goed, misschien heb je het wel eens meegekregen, maar de taxichauffeurs en heel veel mensen die hier werken in Dubai hebben niet altijd even goed. Die werken hier lang, veel. Laten hun familie, gezin achter om zeg maar voor hun in een ander land een bestaan op te bouwen. Maar wat me heeft geraakt bij deze man, hij doet het werk 12 jaar. Zijn familie woont in Bangladesh. Hij ziet zijn kinderen één keer in de twee jaar. En toen hij werd opgehaald bij de taxi, hij stapt die taxi uit. Hij was zo lang en alles. Hulpvol en niet normaal. Weet je wat mij het meest heeft geraakt? Nou. Ik kan het nu nog zeggen, Jan. Hij vertelde me letterlijk, zeg, wanneer ga je terug naar Bangladesh of iets, wanneer zou je terug willen. Hij zegt, wanneer ik klaar ben met kinderen, heb ik gestudeerd. En dan wil ik terug en dan zei ik tegen hem, dan ga jij genieten, ga ik kinderen voor jou verzorgen. Zegt hij, al ga ik dan dood, maakt me niet meer uit. Ja. Hij zegt, dan mag ik gewoon doodgaan. Moet je nagaan, zeg maar, dat iemand gewoon zijn hele familie en bestaan achterlaat. Of er zijn gezin, zeg maar, iets op te bouwen en zoiets even een beetje te lang. Als ik voor hun een leven kan opbouwen, maakt mij niks uit. Dat is zo sick. Maar goed, het is heel veel mensen die dit werk doen, die laten hun familie achter. Maar de warmte die die man had, die lag op zijn gezicht en dat vind ik gewoon mooi. Hij doet het 12 jaar lang en nog steeds staat hij ons. Daarom dacht ik ook, weet je, ik geef letterlijk buiten het nog een keer. Ik heb al mijn geld erover gegeven wat ik had. En hij wordt gewoon aan. Even voor duidelijkheid, we geven echt heel vaak grote fooien en tips. Dat filmen we niet altijd, maar dit was even nu zo met dat ik denk, ja, dit wil ik gewoon vastleggen. Dit moet gewoon ook, weet je, dit is het leven ook. Maar goed, even weer bijkomen en wij zijn... Wij gaan de camera uitzetten, zo meteen zijn we weer in de andere. Nee, ja, goed, we kunnen het al vertellen. Wij zijn op een strand waar we 3 jaar geleden voor het laatst waren. Dit heet La Mer Beach. Het is best wel rustig zoals jullie kunnen zien, maar het is ook gewoon super warm. Maar we hebben iets heel erg leuks en daar gaan we nu even... We zijn even een stukje aan het lopen en ik vind La Mer, kijk, hier zie je het ook staan, zo schrijf je het. Een super, echt super leuk knus strandje of zo. Er hangt een bepaald leuk sfeertje. Het is gewoon echt super mooi ook. Het is echt heel apart, het is heel anders. Als je naar Dubai gaat, echt wel een aanrader, alleen heel uitgestorven. Hallo? Iedereen gelijk doorrent naar de strand toe. Anybody here? Huh? Anyone? Hallo? Anyone? Hallo? Nee, het is zo gloedje heet. Ik denk dat het gewoon in de avond opleeft. Ja, het is nu gewoon te warm hier te lopen. Dus zo, we gaan even snel verkoeling zoeken. Ik ben op zoek naar een leuk plekje om wat Instagram foto's te maken. Dit kijk zo even. Leuk, hoe leuk, overal dat je denkt, oh ja, dit is ook wel een leuk hoekje. Dit is ook foto? Wel een leuk hoekje. Het is zo leuk, kleurrijk en vrolijk ingericht. Eventjes tijd voor een foto. Wow. Ami, wat zeg jij? Oh, ben je klaar voor een mooie foto? Oké, kom maar hoor. Kijk, daar komt ie. Oh. Kijk. Oké, we gaan even kijken hoe Bias gaat poseren. Kijk. Oh.
hey. Zand! Ah. Nee, hij wil geen zand in zijn slipper. Oh ja, mooi. Foto, foto. Oké, dat was toch geen succes. De eerste mensen hebben zich verzameld achter je Sam. Hij draagt gewoon een hoodie. Wij smelten helemaal weg. Hij heeft gewoon een hoodie, capuchon. Met capuchon op. Wat doen ze dan? Wij zijn helemaal weggeschoten. Zeg maar als je nu kan. Kijk hoe nat ik ben. Hier. Ik weet niet of je het ziet. Oh. Oh. Hier, Ina ook. Oh. 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 Maar goed, we wachten het lang. Oh, maar we hebben in ieder geval mensen hier. Er zijn mensen, we zijn niet de enige. Het is gelukkig niet verlaten. Gek hier. Alsof je water hebt gevonden in de woestijn. Check dit. Sta hier een paar van die lekker douchen. Hoe voelt het, Debbie? Lekker. Mia is ook blij. Kan het zand van zijn voetjes afhalen. Maar daarom hoop je dat het koud water is, maar het is gewoon super warm water. Echt, het is even opgewarmd worden. Oh, het staat er ook. Cushion, hot water, opgepast. Het kan heet zijn. Ja, hier is ook heel heet. Maar in ieder geval iets van water, behalve zweet op ons lichaam. We zijn bijna op de plek waar we moeten zijn en Mias wil niet komen. Hij heeft gewoon tegen Sarah daar gezegd, ik wil een foto. Foto, papa. Hij staat huilen. Oh, heb je je foto? Hij zegt bij papa, kom, ik denk hij wil op schoot. Oh, bitch boy. Foto. 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 Oké, tjus. Douche. Ja, nu weer tijd op de douche. We zijn aangekomen op de plek waar wij vandaag een heerlijk dagje gaan doorbrengen. Aan het strand. Wij hebben namelijk voor vandaag een heerlijk eigen beach house. Ik ga jullie gelijk eventjes een mini tour geven, want we hebben hier een heerlijk terras. Maar het allerheerlijkste en het beste aan dit huisje is... airco. Oh, verkoeling. Moeten we natuurlijk wel de deur dicht houden, als we het nog warmer hier. Oh, even lekker bijkomen. Dit is een heerlijk bijkomen. Maar hoe lekker is dit? Je hebt hier gewoon lekker een eigen huisje. Je hebt hier onze eigen privébedjes en daarachter het strand. Hoe lekker is dit? Echt een aanrader, sowieso de strand Lamer. Mocht je afvragen waar we nu zijn, dit heet Sea Level bij Lamer Beaches. En wat wel chill is, je hebt hier allemaal douches. Je hebt hier van die afsluitbare huisjes. Gaan we zo ook even heen, want echt, we zijn gewoon helemaal doorweekt. Eventjes. Ik wou niet zeggen, bij jouw billen zit je broek heen. Alles is doorweekt. Ja. Iedereen. Dus we gaan even omkleden en lekker genieten aan het strand. Even buiten mijn boek zeggen, de briesje is echt top. Hier is echt super goed te doen. Zo warm, maar soms nee, dat niet. Beter, maar vandaag hebben we echt volle zon en plus het volle lopen in het maar ja, nu. Heerlijk. We zijn lekker de zee, dus we gaan zo eventjes lekker daar ook. Moet ik zeggen, ik ben net ook even naar de zee gegaan. Ik heb nog nooit zo lekkere warme zee gehad. Dat is echt zo. Mimi? Oh, Mimi? Durf jij het aan met je slippers en zand? Durf jij het aan met je teentjes? Ik heb die teentjes op en neer gaan. Oké, gaan we naar Debbie Eli toe? Esra, hij gaat. Hij gaat. Kijk, als je bomen ziet, heerlijk briesje dit. Ah, beter kan niet. Heerlijk. Oké, Mimi heeft gered zonder te huilen. Hey Mimi, het is goed gegaan, hè, Box? Gaan we lekker zwemmen? Kom, duiken. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mimi? 3, 2, 1. Duiken. Duiken? Ja? En hij rent weg. Waar ga je heen? Mimi, waar ga je heen? Mimi! Verlaat me niet, kom! Echt vet is hier zo. Als je goed kijkt daar, zie je de Burj Khalifa. Ik bedoel niet Esra, maar daar, Burj Khalifa. Mooi, hè? Oké, S. Wacht, Wauw, zandmonster! Oh! Wat trappas, kijk, zeg maar. Mimi, oh! Oké, nee, geen zandmonster. Oh! Volgens mij hadden we er die angst af binnen, of niet? Oké, weg zandmonster. Mimi heeft echt wat tegen zand, hij lekker op zijn vader. Wat een mama schoot! Wat op samen. Oh. En helder. Ik ga alleen naar de zee waar het helder water is. Even serieus, ik ga alleen naar de plek waar ik mijn tenen kan zien, weet je wel. Of een haai aanspoelt of een dolfijn, net als of een walvis. Nee, grapje. Oh, kwallenvissen. Oh, dit is geen kwal. Oh, er is niks. Nee. Het is niks. Eli, laat zien dat niks is. Laat me zien. Oké, ik wil alleen laten zien dat er ook mos leeft in het water. Oh. Kijk, Eli heeft hem al. Is het twee waterratten. Jongens, heerlijk hè? Oh, en Mimi die is gekalmeerd. Oké,
Oké, we hebben de zee even verlaten en zijn ons huisje weer even ingegaan. Want check dit. Lekker eten. Dat is wel lekker. IJs. Water. Echt niks lekkerder dan gewoon lekker ijskoud drinken en water met het weer. Ijskoud water blijft gewoon favoriet. Blijft de favoriet. Ja, hun favoriet drank is echt iced tea peach, zonder prik. Nou, wij gaan in ieder geval eventjes lekker eten. A few moments later. Oké, we zijn uitgegeten. De jongens zijn weer weg. Het strand op één iemand na. Kijk, ik heb hier staan, hè. Raad wat Mias heeft gedaan. Ik denk dat het niet meer zo moeilijk is. Kijk. Mimi, wat heb jij gedaan? Kijk, op het moment dat hij zo onschuldig op één plek blijft staan en niet meer beweegt, kan het maar één ding betekenen. Mimi, heb jij gepoept? Kijk, dan kijkt hij ook niet meer aan en verstopt. Waar is Mimi nou? Hij denkt nog steeds dat als hij zijn handen voor zijn ogen doet, dat wij hem niet zien. Maar Mimi? Ja. Waar is Mimi? Is Mimi weg? Daar ben jij. Mimi, heb jij een poepie gedaan? Nee. En nog steeds te overliegen. Waarom? Mias, we raden het altijd. Waarom lieg? Mias, heb jij gepoept? Nee. Dus wel. Tijd om jou te verschonen. Oké, wat er nu gebeurt, er komt iemand hier voorbij en die jongen zei er wat. En wij zeiden, hey, hoor je dat? Het kan niet. En wat zegt Mias nu? Wat zei hij, Mimi? Wat zeg jij? Nee, pakkie. Autootje. Mimi, nee. Niet zeggen. Niet het F-woord zeggen. Autootje. Autootje, goed zo. En jij? Auto. Wat? Auto. Hij zegt gewoon even oud. Mimi, wat zijn dat voor woorden voor een driejarige? Auto. Ja, goed zo. Niet F-auto. Esra. Echt. Weet je het ook eens met Mias? Hij leert zoveel praten nu. En alles wat hij hoort. Hij is gewoon een papegaai. Dus op het moment dat iemand you zegt, ja, dan neemt hij dat over. Wat zeg jij? Stop, neem je woorden terug. Zeg sorry, mama. Zeg sorry, mama. Goed zo. Ah, het is je vergeven. Van Eli zijn hier een spel aan het spelen die ze nog nooit gespeeld hebben. Ik ga vragen wel of ze weten wat het is. Wat zijn jullie aan het spelen, jongens? Kijk! Hè? Oké, ik kan het niet. Ja, het is hij. Maar wat zijn jullie eigenlijk aan het spelen? Weet jullie hoe dit heet? Ja. Wat is het dan? Nee, kom. Wat is het? Nee, die mag je niet. Ze negeren me gewoon volledig. Jongens, dit is schaken. Weet je hoe je schaakt? Hoe je moet schaken? Zijn we zo hard aan het negeren hier? Kijk, man, ik wil hem afmaken. Dus 1, 2. Mag die lekker weg? Oké, nou, ze hebben hun eigen regels. Ik kom terug. Wat? 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 Ik roep je alle hard. Oké, mag je één. Allerlaatste keer dat is klaar. Zeg maar heel hard. Thank you! Maar is het ook een aanpak, toch? Heel erg. Ja, gewoon, weet je, ja. Alsof het niet erg is, dan denk ze ook. Weet je wat het is met kinderen? Als je zegt niet doen, dan doen ze het juist. Precies. Oké. Yes. Mimi, roep het. Gooi het eruit. Zeg het maar. Stel je zie je? Je loopt ze lekker op het strand. Ziet zo'n kind met een pamper. Denk wat schattig. Fuck you. Oh, Mimi. Goed zo. Niet meer zeggen. Loop even snel achter deze zandmonster aan. Eerst waar we helemaal niks van zand hebben. En kijk hoe die nu is. Waar ben jij? Waarin je heen? Ik wil even laten zien. Esra, weet je nog net? Waar die helemaal niks van zand hebben? En kijk hoe die. Oh, heerlijk. Kom maar, ga maar lekker in. Oh. En Eli, is het nou warm of koud? Nog steeds zo warm. Maar moet ik wel zeggen, de temperatuur is nu echt zo lekker geworden nu. Nu is echt, maar kijk zon ook, joh. Hoe mooi dit is. We zijn weg van ons strandje. We zijn terug waar we zijn begonnen. Het is zo aangenaam weer, maar we lopen hier. Dit is zo mooi. Het moment is begonnen. Iedereen staat foto's te maken, echt. Maar het is zo sfeer. Ik ga ze in ieder geval dit even laten zien. Dit is zo mooi. Kijk dit hier zo ook. Hè. En kijk die trappen hier ook. Dat dit is echt Amerika. Als er in films altijd, toch? Dat Wauw, maar dit is echt zo mooi. Oh, Esther, ga ze voor staan. Oh, wow. Wij gaan hier even wat foto's maken. Ja, zo, precies zo. Wauw. Nee, maar eerlijk jongens en meiden, dit is zo... Oh, Mimi ook! Wauw! Nou, dat bedoel ik, want hier zo overal, waar je hier zo kijkt, is echt zo mooi en zo sfeervol. Wauw.
Zo, en ze heeft de video geëdit en we komen net achter dat we zijn vergeten af te sluiten. We zijn ook terug in Nederland, maar er komen natuurlijk heel veel Dubai video's aan. Dus hebben jullie er zin in? Doe even een duimpje omhoog, abonneer en dan zien we jullie volgende keer. Doei!